Terwijl Amsterdam rond 8 uur ontwaakt, is het achter de nog gesloten deuren van het Rijksmuseum al een drukte van belang. Het Rijksmuseum helpt ons hier onze geschiedenis toegankelijk te houden. Boeiend te houden voor nieuwe generaties. Al snel wordt duidelijk dat het topstuk van het Rijks, de Nachtwacht, voor de ogen van het publiek grondig gerestaureerd gaat worden. Jullie hebben iedereen tot het laatst in spanning gehouden? Ja, de Nachtwacht is zo'n wereldberoemd schilderij. Dat moet je geheim houden totdat je het echt gaat doen. Het is wel een droom die uitkomt om aan zo'n prachtig schilderij van Rembrandt te mogen werken. De Nachtwacht kreeg in 1976 voor het laatst een grote opknapbeurt. Toen is het schilderij aangevallen door een verwarde man met een mes. En we zien nu dat de overschilderingen die toen zijn aangebracht, dat die zijn verkleurd. Over dit hondje ligt inmiddels een kleine witte waas. Het is het grootste restauratieproject in de geschiedenis van het Rijksmuseum. Ja, eigenlijk krakelé in de verf. Je ziet zelfs kleine pigmentdeeltjes, waardoor we kunnen weten welke pigmenten er zijn gebruikt. Eerst gaan we het millimeter voor millimeter in kaart brengen. We hebben nu onderzoekstechnieken en machines waar we vroeger niet van konden dromen. Dus nu kan je vanaf de vernislaag tot het doek, kan je precies weten hoe de kunstenaar te werk is gegaan. Dat brengen we in kaart. Vanaf volgend jaar juli kan het publiek de vorderingen zowel online als op zaal van dag tot dag volgen. Ben je mooi klaar mee, al die pottenkijkers over je schouder? Dat is heel spannend inderdaad. Maar ik denk dat je op een gegeven moment voldoende geconcentreerd bent om aan het werk te gaan en je helemaal te focussen op het schilderij.